Wij steunen met Studio Brussel de Belgische muziek zien zo goed en zo kwaad als het kan in deze gekke tijden. Er is onze Ik Luister Belgisch stream. Die kan je vinden via onze app of op stubru.be. Moet je zeker eens checken. Er zitten heel veel Belgische nieuwe releases tussen. En nu onze Belgische festivalprogrammatoren het een beetje kalmer aan moeten doen deze zomer. Hebben het plan om elke week met een programmator van een Belgisch festival te bellen om hem of haar een plaatje te laten kiezen van onbekend talent. Vandaag beginnen we met Roel van Rock Werchter. Hallo Roel. Hallo. Roel, hoe gaat het met jullie? Het is een gekke zomer, hè? Al hebben jullie nog wel wat om handen natuurlijk met jullie Rock Werchter zomerbar, kan ik me voorstellen. Ja, het is een hele gekke zomer voor ons, omdat de boekers die meewerken aan het festival, die boeken ook op andere festivals. Dus normaal vertrok ik nu morgen naar Ardent en was ik al op Kleur Café en Werchter geweest. En zitten we ook op Bukkelpop eigenlijk heel de zomer tot mid-september Leffingen-Leuren. Ja. En dat valt nu allemaal weg, dus dat is bijna surrealistisch eigenlijk. En er is die zomerbar en dat is tof en dat is hoopvol en dat is goed om wat mensen aan het werk te zetten. Maar op lange termijn, dat is niet de real thing. En dat is natuurlijk ook economisch niet rendabel. Dus ik denk voor onze sector dat dit wel in het algemeen, en niet alleen voor Rock Werchter, maar eigenlijk voor alle mensen in de sector, wel een lastig jaar wordt. Ja, het wordt een zwarte pagina in de geschiedenisboeken 2020 in de evenementensector. Maar jullie hebben toch een beetje meer tijd dan normaal nu. Dus we dachten, we gaan jullie eens laten rondneuzen op Vibe, op vi.be, de site waar je Belgisch muzikaal talent kan ontdekken, om bepaalde bands nog wat meer in de kijker te zetten. Roel, wie heb jij gevonden op vi.be? Ik heb Eidon gevonden, iemand uit Leuven die ik zelf niet kende, moet ik eerlijk toegeven. Hij omschrijft zijn muziek als progrock, wat ik al bijzonder vond in deze tijden. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk veel meer dan dat. De reden waarom het mij aanspreekt was omdat het eigenlijk een mix is van genres die nu naar boven drijven, zoals neoclassiek, minimal music. Er zit een beetje jazz in, er zit een beetje etnische muziek in. En die mix vond ik eigenlijk wel knap, zeker in het nummer dat we zelfs gaan horen. Ja, Fatty Dance heet het, hè, geloof ik, van de Leuvense Eidon. Is het een eenmansproject? Voor zover ik weet is het een eenmansproject, maar hij speelt ook nog in een metalband met iemand anders. Oké, we gaan eens luisteren. Roel van Rock Werchter, dankjewel. En toch een fijne zomer gewenst voor jou. Hè. Graag gedaan. Maak er het best van. Bye bye. Summer is music.